In de komende 3 afleveringen bezoeken wij de dorpen en stadjes in de Alblasserwaard. We brengen de sfeer en het leven in onze tijd in beeld en ontdekken daarbij de sporen uit het verleden die nog altijd zichtbaar zijn. We beginnen onze dorpen- en stedentrip in Alblasserdam. De ontstaansgeschiedenis van deze plaats is nauw verbonden met het riviertje de Alblas. Naast dit riviertje is de rivier de Noord van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Alblasserdam. De gunstige ligging aan de Noord zorgde ervoor dat Alblasserdam een goede vestigingsplaats voor de industrie was. Toch duurde het tot het einde van de 18e eeuw eer de scheepsbouw echt van betekenis werd. In de Kerkstraat tegenover nummer 144 zien we de toren van de voormalige hervormde kerk uit de 15e eeuw. Op Oostkinderdijk is er een boerderijtje onder rieten dak te zien met in de rechterzijgevel geblokte ontlastingsbogen. In de vensters van de voorgevel zien we een kleine roedeverdeling uit de 17e eeuw. Op Oostkinderdijk nummer 191 staat Huis de Kinderdijk, gelegen aan de Noord tussen het Lammetjeswiel en het Reizenwiel. Dit statige pand en zijn bewoners hebben in de loop der tijden een veel bewogen geschiedenis gekend. De gewelven zijn uit begin 1700. In 1928 is het pand opnieuw opgetrokken naar aanleiding van diverse dijkverhogingen die in de loop der tijd hadden plaatsgevonden. Opvallend is de rijke lijstgevel. Hierin staan een boek, ganzenveer en een rol. De zijden bestaan uit ranken van eikenbladen. Aan de bovenkant staan een wiegje, een kindje en een poes. Deze verwijzen naar het beroemde verhaal dat tijdens de Sint-Elisabethvloed in 1421 een wiegje met een baby erin kwam aandrijven dat in balans werd gehouden door een kat. De heer Ouweneel van de historische vereniging West-Alblasserwaard vertelt ons enkele details uit de geschiedenis van Alblasserdam. Alblasserdam. Ja, we tasten een beetje in het duister wanneer Alblasserdam eigenlijk gesticht is, voor je ver in oude tijden kan spreken van het stichten van een dorp. Oudste datum waarbij we gevonden hebben dat Alblasserdam echt bestond, genoteerd in een origineel archiefstuk, is 1299. Natuurlijk bestond Alblasserdam voor die tijd ook wel, maar er is geen enkel schriftelijk bewijs van. Om die reden is in 1999 een groot dorpsfeest op touw gezet vanwege het zogenaamde 700-jarig bestaan van Alblasserdam. Maar dat Alblasserdam voor 1299 al bestaan heeft, dat kan haast niet anders. Veel dorpen waarvan het wel precies bekend is en lijken op Alblasserdam bestonden toen ook al. De naam Alblasserdam zegt ook iets over het ontstaan van zo'n dorp. Ik zeg zo'n dorp, want er zijn veel dorpen waarvan de naam eindigt op Dam, Dubbeldam, Amsterdam als stad dan. Die hebben bijna altijd dezelfde achtergrond. Namelijk, ze zijn ontstaan bij het aanleggen van een dam in een waterloop. En in de Alblasserwaard was dat de Alblas. Die stroomde van ongeveer Blesksgraaf af richting Alblasserdam en loosde dan het polderwater, waarvoor de Alblas prima geschikt was om dat te verzamelen op de rivier. Alleen op een gegeven moment is een dam in die rivier gelegd. Later werd dat een sluis. Zo'n dam heeft een vervelende eigenschap dat het toch een hindernis is voor scheepvaart. Er komt een schip vanuit de Alblasserwaard, moet stoppen bij die dam. En zolang het nog een dam is, moet de inhoud van het schip overgebracht worden in een ander schip dat op de rivier ligt. Er zijn mensen voor nodig, die komen bij die dam wonen. De schippers hebben oponthoud, die willen in een herberg daar wel wat drinken, willen daar misschien overnachten. Allerlei aanleidingen om daar een soort nederzetting te krijgen. Dus bij elke dam in een rivier gelegd, en dat gebeurt op talloze plaatsen in Nederland, krijg je dus als vanzelf een soort nederzetting van mensen die daar hun bedrijf hadden, die daar geld verdienden, die daar nodig waren of een andere reden hadden om daar te gaan wonen. En zo ontstaat dan zo'n dorpje. Alblasserdam is eigenlijk de langste tijd van zijn bestaan een boerendorpje geweest. De inwoners van Alblasserdam, die woonden langs de dijk, ze woonden langs de Kerkstraat, ze woonden langs de Hogendijk. Verderop vanaf de dijk was alles nog gewoon weiland. Dus de boerderijen lagen aan de dijk en daarachter had je meteen het land van de boer. In eigendom of gepacht
Maar in ieder geval, dat genereerde de inkomsten van zo'n boerenfamilie. Dus ze waren landbouwer. Veeteelt, koeien, opbrengst, melk, kaas, boter. Dat waren zo'n beetje de hoofdmiddelen van bestaan. Pas veel later, in de eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, beginnen we hier industrie te krijgen. En dat is dan industrie voornamelijk op het gebied van scheepvaart. Met bedrijven die weer toeleveren aan de scheepvaart, zoals een touwslagerij en andere dingen. En dat ontstaan van die scheepvaart hebben we voornamelijk te danken aan de familie Smit. Familie Smit laat al vermoeden dat een van de voorvaders in werkelijkheid ook Smit is geweest. En dat klopt. Rond 1640 komt iemand in Alblasserdam wonen en die heet Jacques Luidersen van Vreem. Altijd een puzzel geweest waarom die van Vreem heet. Er zijn diverse uitleggingen. Sommigen zeggen dat is eraan toegevoegd aan zijn naam omdat hij van den Vreemde kwam. Anderen zeggen hij komt uit België, daar bestaat een plaats die heet Vremont en dat is verbasterd tot van Vreem. In ieder geval, hij is de voorvader van de scheepsbouwersgeslacht Smit. Jacques Luidersen was ook inderdaad Smit. Zijn zoons waren dat ook. Die woonden met een smederij aan de Hoge Dijk. Een aantal generaties zijn ze gewoon Smit geweest. Een belangrijk figuur in het dorp. Want je had hem vaak nodig als hoefsmid. En als er gebouwd moest worden, voor allerlei dingen had je de Smit nodig. Had dus ook de nodige zeggenschap. En kortom, een van de VIP's in het dorp Alblasserdam. Uiteindelijk zijn ze overgegaan om het maken van zeilschepen langs de Noord, prima rivier om daar werven langs te maken. Schepen kunnen van een helling zo de rivier oplopen. En dat is uitgegroeid tot een zeer belangrijke industrietak in Alblasserdam, die ook nog in begin 20e eeuw heel veel werkgelegenheid verschafte. En grote schepen bouwde die bekend waren en gewild waren tot ver in het buitenland. Helaas hebben die scheepswerven de concurrentie van het buitenland, vooral het Verre Oosten, Japan, met name niet kunnen doorstaan. En zijn ze in de laatste tientallen jaren allemaal de een na de ander verdwenen. En natuurlijk ook de aangrenzende industrieën zoals de touwbaan. We hebben nog wel een straat die zo heet, maar de touwbaan zelf bestaat niet meer. Ook andere industrieën zoals de kabelfabriek, dat is eigenlijk ook al lang over het hoogtepunt heen. Er bestaat nog wel een bedrijf dat daar de voortzetting van is. Maar de Alblasserdammers weten wel dat het niet meer de echte kabelfabriek is. En ook de werkgelegenheid in die tak van de industrie is ook drastisch afgenomen. Het is ook de periode geweest vanaf begin 19e eeuw dat Alblasserdam sterk is gaan groeien. Want die scheepswerven hadden natuurlijk personeels nodig. Scheepsbouwers, allerlei werknemers die hun krachten inzetten voor het bouwen van die schepen in opdracht en in dienst van Cornelis Smit. Die zeer belangrijk was, 1858 overleden. We hebben nog een mooie schilderij van de man, trouwens ook nog een originele foto. Cornelis Smit, de oude werf, die naam herinnert nog sterk aan de familie Smit. Die heeft Alblasserdam groot gemaakt. Hij was een goed werkgever, hij had hart voor zijn werknemers. Hij zorgde dat in moeilijke tijden van ziekte dat ze toch ondersteund werden. Hij liet ook huisjes bouwen voor zijn arbeiders. Kortom, hij was een zeer gezien, maar ook geliefd man. Dat is allemaal dus verdwenen, eigenlijk binnen 200 jaar tijd. En voor die tijd, voor de 19e eeuw, had je hier ook alleen maar handwerkslieden. Je had natuurlijk een timmerman, je had een smid, je had wat winkeliers. En je had wat metselaars en dat soort lieden, die heb je natuurlijk overal. Maar het grootste deel van de bevolking bestond uit boeren. Veeteelt, landbouw en wat ze ook wel deden, hennepteelt. Met hun producten gingen ze naar de markt in Dordrecht. En zo verdienden ze hun inkomen. En je had rijke boeren die eigen grond bezaten in grote hoeveelheden. En als je rijk was, dan had je veel in het dorp te vertellen. Dan kwam je ook in aanmerking om in het dorpsbestuur gekozen te worden. Want dan moest je echt bij de aanzienlijke families horen. Daar kon je heemraad, schepen worden. Of je kon schout worden. Hoewel dat schoutambt toch heel nadrukkelijk binnen bepaalde families bleef. En daar vele generaties niet uit weg te krijgen was. Zo hebben de familie van Asperen, die al vanaf 1540 en misschien al eerder, maar er zijn de gegevens niet van bekend, schout geweest zijn in Alblasserdam. En dat wel tot ongeveer 1725 toe. Diverse generaties van Asperen, schout. Sommige van die familie werden secretaris van Alblasserdam. En als je secretaris van Alblasserdam was, dan had je wel wat gestudeerd, want je kon goed schrijven. En je had ook wel zoveel gestudeerd dat je vaak kon optreden als notaris van het dorp.
En een aantal van die van Asperens zijn dan ook notaris geweest in Alblasserdam. Na 1725 neemt de familie Peil het over. Het is eigenlijk heel jammer dat we in Alblasserdam geen straten naar die belangrijke historische figuren hebben genoemd. Goed, de familie Peil heeft dan een stoepje ergens in Alblasserdam. De Peilsteeg, eigenlijk de min voor wat die familie van Alblasserdam betekend heeft. Ook vele generaties lang, tot in de 19e eeuw toe, zijn ze of schout geweest, later burgemeester, de eerste burgemeester. En ook notaris en dorpssecretaris. Dus belangrijk genoeg om toch eigenlijk die mensen wel beter te eren met een belangrijke straat of laan in Alblasserdam naar ze te noemen. Misschien kan het nog eens gebeuren als Alblasserdam zich nog verder uitbreidt dan tegenwoordig het geval is. Zo werd Alblasserdam bestuurd. Dat ging altijd goed. Er waren wel eens wat conflicten. En natuurlijk, elk dorp ondergaat zulke dingen, rampen en onheilen. Alblasserdam is in het begin van de 15e eeuw in een oorlog tussen de familie Arkel van Arkel in de Alblasserwaard en hun tegenstanders in brand gestoken en er bleef weinig van over. Hetzelfde is gebeurd in 1575 in september, toen een bende Spaanse soldaten komend vanuit Schoonhoven over de dijk richting Papendrecht en Gorkum trokken en niet konden nalaten om in al die dorpen die ze passeerden hun misdadige praktijken uit te oefenen die meestal bestonden in kerken in brand steken en huizen in brand steken. Ook Alblasserdam onderging het lot. De kerk is afgebrand op de toren na. Die toren bestaat nu, we noemen hem nou de Oude Toren. Vele huizen in het dorp zijn door brand verloren gegaan. En 1575 is het jaartal weer gebeurd, maar in 1610, 1620 ongeveer was er nog niet zoveel hersteld. Want dan vind je in een oude rekening dat Alblasserdam nog maar 132 huizen had. Nou, als je dan rekent dat er per huis misschien een 5-6 personen hebben gewoond, dan zal de Alblasserdamse bevolking tussen de 6 en de 800 personen geteld hebben. Dus eigenlijk een vrij klein dorpje. Hoewel Alblasserdam qua status in de Alblasserwaard hoog aangeschreven stond en zichzelf ook wel voelde als min of meer het belangrijkste dorp van de Alblasserwaard. Maar goed, maar 132 huizen. En dat was nadat in 1575, dus zo'n 40 jaar later, pas weer wat hersteld was. Dat het niet hard ging met dat herstel, dat weten we ook uit een oude rekening van Anna van Oudheusen, de ambachtsvrouwe uit 1586. Zo'n rekening heet met een merkwaardig woord een blaffert, een blafvaart. Maar daar worden alle inkomsten die ze heeft, worden daarin opgesomd. En zij trekt onder andere inkomsten uit een rosmolen. Dus een molen die aangedreven wordt door een paard. En dan staat er in die rekening dat er in 1586 geen inkomsten zijn vanwege die rosmolen. Want die molen is nog niet hersteld. En dat is dus ruim 10 jaar nadat die hier in Alblasserdam is afgebrand. Branden konden dus groot onheil veroorzaken. En dat is ook een paar keer gebeurd in dit dorp. Natuurlijk ook de watersnoden. Maar dat was iets wat Alblasserdam deelde met de hele Alblasserwaard. En watersnoden zijn er veel geweest. Gemiddeld om de 15 à 20 jaar stond de Alblasserwaard blank. Dat was eigenlijk zo'n vaste gewoonte, zou je bijna zeggen, dat als er in 15 à 20 jaar geen watersnood was geweest, dan werd er opgeroepen in de kerken om een dankdienst te houden. Dat de Alblasserwaard zo lang droog gestaan had. Zo heeft Alblasserdam diverse rampen meegemaakt, net als eigenlijk ieder dorp. De laatste grote ramp was natuurlijk het bombardement in 1940 in de meidagen, waarbij de Duitsers Alblasserdam hebben gebombardeerd. Veel slachtoffers gevallen, het centrum van het dorp plat gegooid. Er is ook nu niets meer van over. Het is helemaal nieuw herbouwd, veel ruimer opgezet. Want als je oude foto's ziet van de Dam van Alblasserdam en de omgeving, dan is het eigenlijk maar een smalle straat met aan weerskanten hoge huizen. Dus de verkeersdoorstroming in Alblasserdam is er wel enorm mee gebaat geweest. Het is alleen zeer triest dat zo'n bombardement de aanleiding is geweest. Van de brokken muur, de puinhopen na het bombardement, is een stuk bewaard gebleven. En dat is aan het begin van de Polderstraat verwerkt in een soort monument dat herinnert aan de meidagen. Dan heeft Alblasserdam natuurlijk, zij het vergeleken met andere dorpen in de Waard, in lichte mate geleden onder de watersnood van 1953. Het dorp zelf is eigenlijk niet onder water komen te staan. Wel een paar poldertjes die grenzen aan Alblasserdam.
Maar eigenlijk is Alblasserdam behoorlijk de dans ontsprongen. En zo kun je zeggen dat Alblasserdam een dorp is, nu ongeveer met zijn 18.000, 19.000 inwoners. Overigens met weinig mogelijkheden om veel groter te groeien. Dat zo zijn gang gaat. Industrie bestaat er wel, maar de oude industrie waar Alblasserdam groot door geworden is, de scheepsbouw, is niets meer voor over, behalve dan het bedrijf Oceanco. Maar dat bouwt heel andere schepen voor een heel andere doelgroep dan destijds Cornelis Smit en zijn nazaten hebben gebouwd. Aanvankelijk zeilschepen, later stoomschepen. Nou, dat is in het kort de belangrijkste dingen die te vertellen zijn over mijn dorp waar ik geboren en getogen ben, Alblasserdam. Wij verlaten Alblasserdam en in de volgende aflevering van de Alblasserwaard beginnen wij onze reis bij Kinderdijk. En bezoeken vervolgens de dorpjes en stadjes gelegen aan de Lek.